Ja, de pilot kwam, zag en overwon. Challenge accepted is een ding geworden met jullie steun. Waarvoor dank. We gaan ermee door en deze keer pakken we de game op Skate Motherfucking 3. Dit is echt een fantastische titel. Hou ervan, check ook de review. En we gaan hierin proberen onze ballen zo hard mogelijk te breken. Iedereen krijgt 3 sprongen en daarmee moet je dus zo groot mogelijk een pijnlijke val zien te ansceneren. Omdat Ricardo de winnaar was van vorige week met Crossy Road, begint hij niet alleen, maar krijgt hij ook nog eens 4 pogingen, terwijl wij er allemaal 3 krijgen. Dus daar gaan we dan. Skate 3, Hall of Meat, challenge accepted. Punten dit, let's go! Fabulous. Die schavelt als ik. Ah, die viel wel mee. Hoppa, weg van mee. Fuck it, we gaan die kant op rennen. Yeah, here goes, mooi. Oh! Oh, oh, dat een randje ook. We gaan niet voor de punten, toch? Nee. Heb je een strategie ook bedacht, of niet? Nee, ik weet echt nog niet welke kant het meest verdedigend is om op te jumpen. Valbreker heet dat. Die spartelt ook. Ik denk dat de nekbrekers... Ja, het hoofd is dus wel... Oké, dit is de last one. Ik vond dat die hier net niet zo heel goed is. Die zak natuurlijk. Kun je daar ook op vallen? Ja, dat kan ook inderdaad. Dat leeft maar een beetje spullen. Let op, ja, hè. Ja, maar het is echt super lastig om je bal te breken. Ja. Let op, judo kick! Ah. Deze is het! Ja, dat was hem. Dat was hem inderdaad. Even kijken. We gaan natuurlijk de tol. Skill. Kijk, zo. Ja, niet dat spartelen. No honor. No honor. I know, right? Oh. Levens dikte enkel. Ah, nee, ik val niet aan de buitenkant. It's just a scratch. Wat ik net ook. Ik had net een hele mooie, ik rolde echt zo van die brug af. Dat is the way to go. Daarom, okay. Dat probeer ik net te doen, maar de laatste jump had ik te weinig aanloop. Oh! Nee, ik vond het niet goed. Nee! Ah. Wat een slechte run zit iedereen! Ah, feels bad, man. Oké, here goes. Wacht. Kom op, nog eentje. Geef me nog zo'n ding. Oh, nice. Ja. Yeah. Ja, die is dood. Wat is Kate Pleisters? Ja, die hadden we inderdaad. Oh. Nee, verder. Come on. Ja, verder. Nee, verder dan dat. Ah, kak. Dat is toch mijn tweede poging? Ja. Oké, dat is kut. Dat is kut. Ik nomineer tot dusver die eerste als the way to go. Dit is een beetje net als die eerste. Ja. Ik heb 5 poses gedaan. Meer gebroken. En 80.000 in de score. Het stelt niet veel voor, maar... Oké, komt ie. Oh. Cannonball! Ah! Is zo'n Fiat door. Oh, kut. Eén poging eraf. Ah, echt? Kan ik ook over mijn skateboard vallen nu? Oh. Deze telt wel. En nog steeds betere gezichtsanimaties dan Mass Effect. Ja. Echt heel erg. Triggered. Ja, ik ben wel triggered. Nou goed, maar niet uit. Feel the anger. Oké, ik wil gewoon op mijn bek vallen. Oh, wacht. Ja, dat gaat helemaal los. Op het laatste moment heb ik nog die rol. Ja, ik ging supergoed en op het laatste moment gewoon weer verkloten. Nou, allereerst
Auw, dat deed best wel pijn. Persoonlijk zou ik zeggen dat ik heb gewonnen. Nou, een beetje biased. Ricardo had ook een aantal mooie sprongen. Maar wij zijn ook benieuwd wat jullie nou de mooiste, pijnlijkste, meest gruesome val vonden. Dus laat het vooral weten aan ons wie er heeft gewonnen. En dan kunnen we volgende week kijken of die persoon een extra kans of een extra leven of wat dan ook krijgt. En met betrekking tot volgende week, drop ook vooral nieuwe challenges die wij kunnen accepten. Denk aan bijvoorbeeld een eigen GTA 5 track insturen. Verzin iets geks in een al bestaande game. Een oude game, een nieuwe game. Maakt niet uit. Wij willen graag jullie challenges om te accepten. Dus without further ado, ik was Tom, dit was Challenge Accepted. Gamersnet.nl, kom een keer langs, de ballen.